Ja, natuurlijk Vizier hier weer. En vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. En vandaag, jawel, de nieuwe map pack natuurlijk van Advanced Warfare. Want sommige mensen zullen kijken nu naar de gameplay en denken van, die map ken ik niet. Nee, dat klopt inderdaad. Want hij is namelijk 31 maart uitgekomen op de Xbox One en de Xbox 360. En ik had gisteren codes. Spreek me eigenlijk een klein beetje al. Maar in ieder geval binnengekregen van Activision. Daarmee kon ik in ieder geval de nieuwe map pack downloaden. Waar ik natuurlijk hartstikke blij mee ben. En in ieder geval Activision daar alvast voor wil bedanken. De nieuwe map pack naam. Ja, het zijn altijd een lastige naam altijd die map packs. Ascendance. Zo heet in ieder geval deze map pack. En je kijkt in ieder geval naar de map Climate. En persoonlijk vind ik deze map... ik heb... ongeveer anderhalf uur die map pack gespeeld. Vind ik tot nu toe deze map het leukste. Waarom? Nou, eigenlijk door zijn eenvoud. Het is eigenlijk één grote cirkel. En je hebt een binnencirkel, zeg maar een soort van plein, zou ik het zo maar zeggen. En daar kun je met z'n allen naartoe gaan. En je kan, daar kun je lekker vechten met elkaar in ieder geval. En als je dat rustig aan wil doen, dan kun je in ieder geval op die buitenring. Heel simpele indeling eigenlijk. En dat maakt deze map eigenlijk wel... geniaal, vind ik eigenlijk. Want ik hou van simpelere mappen. Ik hou van mappen waarbij de ene kant hetzelfde is eigenlijk als de andere kant. En dat op een of andere manier voelt dat eerlijker aan, zal ik zo zeggen. Mensen willen natuurlijk weten waarmee ik speel. Ik speel een keertje hier gewoon met de ASM1. Want je hebt namelijk een nieuw wapen in de DLC. Dat ga ik nog laten zien natuurlijk. Maar ik speel hier gewoon met de ASM1 Competence. En de professional versie is dat. En daarop heb ik dan foregrip en suppressor. En als jullie denken van, Chris, wat ben je zo aan het kijken? Ja, ik heb een tweede beeldscherm. Daar staat natuurlijk op wat ik allemaal moet zeggen, zeg maar, een beetje over de mappack. In ieder geval, ik speel met perk 1 Greed. Low profile, flag jacket, perk 2, blind eye en perk 3, greed, ook scavenger en blast suppressor. En daarna speel ik met de score streak UAV en daar heb ik voor mij alleen extra assist points op inderdaad. Orbital care packets, daar zit dan niks op. En de warbird en voor mij is dat, dat is AI, dat die AI is. Warbird haal ik ook helemaal niet, want ik ben gewoon veel te slecht. Ja toch, zo moet ik maar zeggen. Ik speel hier TDM en dan, ja, je punten duren wat langer natuurlijk dan. TDM, haal 17 kills en 8 keer dood. Mama, valt mee. Maar dit was letterlijk het eerste potje die ik speelde op deze map. Dus ja, dan is het eigenlijk niet zo slecht, hè. Maar je moet toch altijd een beetje die looproutes zien te vinden op zo'n nieuwe map. En dat is op zich wel altijd lastig. Maar ja, nogmaals, ik denk dat ik hier redelijk goed op was. Ook omdat het gewoon een heel simpele map is. Je ziet dat het natuurlijk zich afspeelt in de tropen, denk ik, hè, dat het is natuurlijk. Climate, het zal iets daarmee te maken hebben natuurlijk. Er is veel water en ik denk dat er een of andere installatie is voor dat water of zo. Ik weet het niet, wat er in het midden zit, het gebouw. Wat er in ieder geval gebeurt is, als je zeg maar halverwege de wedstrijd bent, iets verder, dan komt het door de speakers heen dat dat wat gaat gebeuren. En wat er gebeurt dan, is dat het water onder stroom gaat. En dat is natuurlijk niet zo heel erg lekker, want daar ga je dood van. Ja toch? Dus dat is niet zo lekker. En dat betekent natuurlijk weer dat je dan weer anders moet reageren zeg maar, op die map. En dat is natuurlijk gewoon... ja, dat maakt natuurlijk wel zo'n map dynamischer, zou ik het zo maar zeggen. Hè? Dus, die map is dan weer net even wat anders. En dat is dan gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Er zijn dus 4 mappen uitgekomen. Ik ga ze alle 4 in ieder geval laten zien op mijn kanaal. 2 ga ik daarvan in ieder geval achteraf inspreken. Achteraf commentary. En dat is 1 is dus deze. En 2 doe ik live even. Want dat vind ik persoonlijk ook wel leuk eigenlijk. 2 keer live, 2 keer niet live. Maar ik raadde mezelf al in het begin van Chris... ik heb codes gekregen. En inderdaad. Activision stuurde mij een mailtje van... hier Chris, heb je codes. En die kan je weggeven op je kanaal. Dus dat is natuurlijk super tof. En jij wil dat natuurlijk ook hebben. De codes zijn wel natuurlijk alleen voor de Xbox One en de Xbox 360. Want de codes die ik heb gekregen, die werken eigenlijk op allebei de consoles.
Ik kan ze natuurlijk maar één keer gebruiken, maar ze werken in ieder geval voor allebei de consoles. Ja, want over een maandje komt natuurlijk pas de nieuwe map pack uit op de PlayStation 3 en PlayStation 4. En ongetwijfeld zal ik dan wel weer andere codes krijgen. Dus dat gaat natuurlijk ook helemaal goed komen. Dus, en trouwens, voor de PC komt die dan ook uit, hè, natuurlijk over een maand. Dus dat komt tegen die tijd komt dat wel weer goed. Wil jij trouwens zo'n code hebben? En dat wil je. Dan moet je in ieder geval natuurlijk een likeje achterlaten. En ja, ik verwacht natuurlijk dat jullie dat altijd doen. Dus dat zal wel geen probleem zijn natuurlijk. Maar laat ook even achter waarom je die code wil hebben. Weet ik veel. Of zeg gewoon, nou Chris, ik ben gewoon te skeer vandaag deze maand. Ik heb gewoon geen zin om 15 euro uit te geven. Want ik heb mijn zakgeld niet gehad. Weet ik veel. Kan toch? Ja toch? Ik wil graag die code hebben. Dan moet je dat lekker even achterlaten. In ieder geval morgen geef ik in ieder geval in de achteraf video. Dat zal de tweede zijn van de dag. Geef ik de codes weg. Ik heb er 4. Niet 1, niet 2, niet 3. Want dan zou je het misschien zeggen. Nee, 4 codes. En dat is natuurlijk super tof. En nogmaals, daar wil ik Activision voor bedanken natuurlijk. Wat nog verder vandaag komt. Ja, drukke dag vandaag. 5. Of 4 video's bedoel ik, sorry. FIFA nog. Nog een map pack van deze natuurlijk. Wat komt er meer? Wat komt er meer? Ik ben het even kwijt. Wat komt er meer? Stom, ik weet het even niet. Oh ja, nieuwe serie. Ha! Die ga je nog zien natuurlijk vandaag. Die moet ik trouwens ook nog opnemen. Dus dat wordt ook super cool natuurlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden natuurlijk. Dit en ja. Het is alweer over jongens. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Hey, bye bye.